Gisteren vielen Adje Kuiken van de Partij van de Arbeid en Jesse Klaver van GroenLinks elkaar voor de zoveelste keer in de armen. Je wilt wel, maar je weet als potentiële kiezer niet hoe blij je moet zijn voor deze mensen. Leuk om ze op links weer eens blij te zien, maar waarmee eigenlijk? Want met de blijdschap werd in feite gevierd dat ze los van elkaar tot de conclusie zijn gekomen dat ze ieder contact met de doelgroep hebben verloren. Toen ze nog wat voorstelden, sloten ze samenwerking op beslissende momenten uit. Nu blijken GroenLinks en Partij van de Arbeid volgens zichzelf toch nog precies hetzelfde te zijn. Er zijn amper verschillen en zijn vooral overeenkomsten. Ex-Partij van de Arbeid-voorzitter Hans Spekman werd er somber van. Hij zei gisteren op Radio 1 dat hij het zorgelijk vond dat er met GroenLinks nog meer hoogopgeleide de Partij van de Arbeid kwamen binnenwaaien. Hij heeft natuurlijk gelijk. Het partijprogramma dat de hoogopgeleiden samen in elkaar gaan knutselen staat waarschijnlijk haaks op de standpunten die de vermeende achterban heeft over immigratie, Europese samenwerking en klimaat, om maar eens wat te noemen. De Partij van de Arbeid is erin geslaagd om in recordtempo lage opgeleide minima en arbeiders van zich te vervreemden. Het is zelfs zo extreem dat als er eentje tussen zit die dat wel doet, dat die heel nadrukkelijk naar voren wordt geschoven als een belofte. Zo van, we hebben er nu eentje die wel weet hoe ze aan de onderkant leven. Iemand die echt voor de achterblijvend gaat inzetten. GroenLinks heeft nog nooit enige aantrekkingskracht uitgeoefend op gewone mensen. Het blijft bijzonder dat ze nu samen denken. Wel aantrekkelijk te zijn. Hoogopgeleide mensen hebben de neiging om dingen beter te weten. Dat is vaak ook zo. Maar lager opgeleide hebben geen zin meer om naar dat gelul te luisteren. Ze zetten zich juist graag af tegen de elite. Ze hebben überhaupt geen zin meer om te luisteren. Ook niet naar elkaar. De hoogopgeleide leden van Partij van de Arbeid en GroenLinks gaan nu op zoek naar een charismatische lijsttrekker. Iemand in wie de kiezer die in een koekiemonsterpak de vierdaagse aflegt ook een leider ziet. Je ziet het ongeluk al van ver aankomen. Je zou ze veel wijsheid willen toewensen, maar dat hoeft niet. Ze zijn sowieso slimmer dan wij zijn. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.